Hey mensen, ik ben meteen elkaar, Captain Tube, en vandaag is het vakantie, de eerste dag van de vakantie. Ik hoop dat jullie allemaal een zeer leuke vakantie tegemoet zullen krijgen. Het is nu officieel 1 oktober. De meesten zullen waarschijnlijk denken van, what the fuck, heeft die kerel pillen genomen of zo? Ja en nee. Ja, omdat pillen pakken is al fun. Ja, oké, okay, dat is wel waar, moet ik wel toegeven. Nee, omdat ik nu eigenlijk geen pillen genomen heb. Allee, ja, je begrijpt me wel. Allee, het is al... Ja, je begrijpt me misschien wel. Nu, het is geen vakantie voor iedereen in België. Hoe komt dit? Waar ik dus werk, hebben ze besloten om 2 weken eventjes de boeken toe te doen. Dus eventjes te stoppen. 2 weekjes niet te denken aan het werk. En hebben ze besloten dus om allemaal op reis te gaan. Nu, de enigste neger die dus niet op reis kan of wil gaan, is dus mezelf. Waarom? Ik heb niet zoveel zin om eigenlijk naar het buitenland te gaan, om 10 à 12 uur te rijden om eigenlijk in het zuiden van Frankrijk te geraken. Of verder zelfs. Ik heb er echt geen zin in. Ik heb veel meer zin om thuis te blijven en eigenlijk eens wat aan mijn familiale verplichtingen te werken. Met familiale verplichtingen bedoel ik dus eigenlijk eens naar mijn MPP gaan, oma en opa, bomma bompa, ja, zo'n dingen eigenlijk. Naar mijn papa, want mijn ouders zijn gescheiden. Dus ja, daarom dat ik werk liever dan eens aan de familiale verplichting. Dus nu ben ik al deze week, ja, deze week, vandaag ben ik eigenlijk al naar oma en opa geweest, mee en pp. En morgen ga ik dus naar mijn papa, dus ja. Veel tijd blijft er dus dan niet over. Ja, 2 weken is lang nu. Nu dat we toch over die 2 weken bezig zijn, wil ik van eerste keer vertellen aan jullie dat ik 2 weken, denk ik, geen filmpjes op Marty 20 zal posten. Ik zal denk ik 2 weken filmpjes posten op de yoghurtkast. Nu, waarom ga ik dat doen? Het is er eigenlijk niet echt een waarom aan. Ik wil eens gewoon proberen, gewoon op 2 weken tijd zien met de filmpjes die ik online post, of bijvoorbeeld Simon en Lucas, want ik doe dat samen met hem, om eigenlijk eens te kijken hoe ver we kunnen geraken, hoe groot of hoe, ja, hoeveel groter wij gaan worden daardoor. Nu, 2 weken aan een stuk, iedere dag een filmpje posten is veel. Plus, als er dan nog bonusfilmpjes zouden komen van Simon en Lucas, dan zijn dat er dus eigenlijk al 15 of 16, pak eens 18 filmpjes in 2 weken tijd. Dus ik hoop dat jullie dat zeker eens gaan bekijken. Nu, jullie kunnen mij wel niet goed vinden, dat weet ik wel. Maar ga zeker eens kijken naar Simon en Lucas, want zij zijn echt epic. Grappig ook. Allee, ik vind dat toch, want allee, iedere keer als ik op Skype bij hen zit, hebben ze grappige dingen te vertellen. Ze zijn allebei goochelaars. Ze zitten dan zo soms voor de camera zo goocheltrucjes te doen, zoals met kaarten goochelen of iets anders. Dus eigenlijk, het is wel nice. Ga gewoon zeker eens kijken naar de yoghurtkast. En ja, als je daar dan toch bent, laat een like achter op een van de filmpjes die je dan op dat moment hebt bekeken. En ja, subscribe. Subscribe zou ik zo zeggen. Dus de yoghurtkast, link in de beschrijving. Normaal gezien zal dat www.youtube.com/user/yoghurtkast zijn. Dus yoghurtkast, yoghurt. Bam. Bij dit dus zijn er gezegd. Ja, over terug naar de gameplay. Jullie zien dat dus de gameplay was denk ik een 36-0 gameplay. Nu, het is eigenlijk meer een campy gameplay. Waarom? Omdat er veel Reapers, veel Predator missiles worden gebruikt. Nu natuurlijk, vooraleer je dus die Predator missiles en die Reapers kunt halen, moet je de skills maken. Dus ja, ik denk dat het een mooie gameplay is. Ik heb hem nog niet helemaal volledig bekeken. Ik heb wel tot dit stukje eigenlijk heb ik zelf bekeken. Tot dan vond ik het goed. Nu, ik zei, als het een MOAB gameplay is, moet het de eerste MOAB gameplay zijn op Marty 20. Want dan zal het eigenlijk 2 weken zijn vooraleer jullie mij eigenlijk nog eens terug horen op dit kanaal.
misschien als ik nog wat tijd over heb, zal ik nog een filmpje posten op Marty20. Ik denk van wel, zo'n ergens nog een bonusfilmpje, wie weet. Misschien een vlog. Gewoon een filmpje zodat jullie eigenlijk niet denken dat ik dood ben. Ja, dat is het denk ik wat ik wilde zeggen. Oh, we worden geraakt, we worden bijna geraakt. Mayday. Oh, oké. Triple kill! What the fuck? Nee, een double kill. Die heeft dus al 3 double kills of zo en een triple kill of zo. Maar hij heeft dus blijkbaar geen MOAB gameplay. Nu, de laatste kill komt er zo meteen aan, gasten. Bedankt alvast voor het kijken. Subscribe, like, comment. En ga zeker eens langs bij duwvoetkast.be. Trouwens, bedankt aan GF, dus Game Force Thunder, voor het geven van deze gameplay. Want hij zat dan op dat moment in mijn clan en toen speelde hij zo goed. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.